In 2,5 uur waren maandagmorgen alle inschrijvingen voor de slachtenmarathon op 16 juni volgeboekt. In de eerste 4 minuten werden al 2000 startbewijzen via internet geboekt. De freunen van de marathon, die jaarlijks 10 euro doneren, mochten zich de afgelopen week al aanmelden voor het vierjaarlijkse evenement. Zij bemachtigden 2500 deelnemerskaarten. Maandagmorgen ging om 6 uur de open inschrijving van start via www.slachtenmarathon.nl. En om 3 minuten over 8:30 waren alle overige 10.000 deelnemerskaarten uitgegeven. Bij de hardlopers is geen limiet. De verwachting is dat ongeveer 1500 hardlopers uiteindelijk op 16 juni aan de start verschijnen. Er zijn nu al 1100 hardlopers ingeschreven. De deelnemers komen uit Nederland, Australië, Bulgarije, Hongkong, Groot-Brittannië, Noorwegen, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, België en Indonesië. De slachtenmarathon is meer dan 42 kilometer kuieren. Het is een culturele beleving. Je kunt van Raad naar Oosterbierum eigenlijk door de etalage, de culturele etalage van Friesland wandelen. Het thema is dit keer, hoe kan het toepasselijker, onderwijs. Langs de route gebeurt van alles. Nu hebben zich al 53 muziekkorpsen aangemeld om langs de route uw moed in te blazen. Acts zijn erop gericht om de deelnemers te begeleiden in elke fase van de tocht. Aan het begin nog in de sfeer van, dat doen we even, verderop, hoe ga ik dit eigenlijk redden? En kom je de man met de hamer tegen, dan krijgt u letterlijk de wind in de rug. Worden de laatste loodjes het zwaarst, dan is het motto, we zijn er bijna. 8 jaar geleden was er een stevige chaos rond de afvoer van de deelnemers bij de finish in Oosterbierum. Dit jaar is de eindstreep iets eerder gelegd. Daardoor zijn er meer afvoerwegen beschikbaar voor de bussen die de deelnemers moeten afvoeren. Kortom, alles is er klaar voor om de maximaal 13.500 deelnemers en de toeschouwers een kostelijke dag te geven. Een prachtig voorproefje van de culturele hoofdstad in 2018.